Het is vrijdag 10 oktober. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Moslims moeten bruggen bouwen naar andere groepen in de samenleving, vindt Rotterdamse imam. Spijkenisse probeert het nieuwe winkelhart te redden met terrasjes, groen en goedkope parkeren. 50-jarige filmspion James Bond krijgt een eigen expositie in de kunsthal. Het weer voor morgen. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt 18 graden. De imam Yassin El-Foukani heeft in de Eslam-moskee in Rotterdam vanmiddag opgeroepen tot het bouwen van bruggen naar andere geloven in de stad. Hij hoopt dat moslims met initiatieven komen die de vrede in de stad bevorderen. El-Foukani heeft zich de afgelopen weken vaker gemengd in de discussie over het Midden-Oosten en de opkomst van terreurorganisatie IS. Allahu Akbar. Ik roep u op om in deze kleine kikkerlandje Nederland waar we in leven, om die bruggen te slaan. Om deel te nemen aan initiatieven die dit principe uitstralen. Zoals elke vrijdag komen een paar duizend moslims af op het vrijdagmiddaggebed in de Eslam-moskee in Rotterdam-Zuid. Ook hier wordt gesproken over de internationale conflicten en de opkomst van IS. Om openlijk uit te spreken van het feit dat jouw islam ergens anders van staat. Imam El-Foukani geeft met zijn oproep een vervolg aan de dialoog van afgelopen dinsdagavond in het stadhuis. Daar spraken ruim 100 mensen van verschillende achtergronden over de gevolgen van de oorlogen voor Rotterdam. Volgens mij is het de tijd om de boel bij elkaar te houden, bruggen te slaan naar elkaar en geïnteresseerd te raken in elkaar. En dat zie ik als een van de oplossingen om onze samenleving weer harmonieus te maken. Ik vind het echt positief wat hij vandaag heeft verteld. Ja. De mensen die de islam niet kennen zich verdiepen in de islam en andersom ook. Ik denk dat je daarmee veel verder kunt komen. Dat je weet wat de gedachtegang is en hoe mensen leven, zeg maar. Want sommige moslims voelen dat er door de oorlogen in bijvoorbeeld Irak en Syrië soms anders naar ze gekeken wordt. Ook in Rotterdam. En vooral ik met een baardje en zo, dan denken ze van ja, die hoort er ook eenmaal bij dat groep. Dus en dan gaan ze iedereen over één kam scheren en dat vind ik echt negatief. Ik denk dat je gewoon elk geloof moet respecteren. En niet iedereen over één kam moet scheren. Dus wat de imam zei, vond ik wel goed wat hij zei. De imam hoopt dat moslims mee zullen lopen in een optocht die op 30 oktober in Rotterdam wordt gehouden. Ja, dat zijn punten en initiatieven waar je een deel zou kunnen nemen. Daarnaast ook moskeeën. Raak geïnteresseerd in een moskee. Loop naar binnen. Probeer contact te leggen met mensen die misschien anders zijn. En probeer die menselijkheid waar ik het vandaag ook over heb centraal te stellen. Uiteindelijk zijn we met z'n allen mensen. In de nieuwe Waterweg heeft de politie vanmorgen een lichaam gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. De politie was vanmorgen in het Oeverbos in Vlaardingen in verband met een lopend onderzoek. Aan het eind van de ochtend werd daarbij een lichaam aangetroffen. Vanwege het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen. Spijkenisse tast flink in de buidel om het nieuwe winkelhart populairder te maken. In enkele jaren oude straten staan verschillende winkels leeg. De gemeente wil het tij keren door parkeren goedkoper te maken en door de sfeer te verbeteren met terrassen en groen. De plannen worden samen met de winkeliers opgesteld. Het is er allemaal wel, de winkelstraatjes, de etalages en zelfs hier en daar terrasjes. Maar toch werkt het niet. Het ontbreekt aan sfeer en gezelligheid. Zo constateerde ook winkelprofessor van de Erasmus Universiteit Cor Molenaar al eerder. De gemeente presenteerde vanochtend de plannen voor de komende jaren. Een beter winkelaanbod door het aantrekken van nieuwe formules. Behoud van de huidige winkeliers, maar ook inzetten op routering, op sfeer, op groen, op terrassen. En alsof het allemaal niet op lijkt te kunnen, trekt de gemeente Spijkenisse rond de 2 miljoen uit om goedkoop te gaan parkeren. Alleen Hoofddorp is nog goedkoper. We willen naar 1 uur realtime, dus u betaalt echt per minuut en dat vinden wij het eerlijkst. En dat klopt inderdaad, er is dacht ik nog 1 garage in Nederland die goedkoper is. 80 eurocent en wij komen daarna. Dus ik denk dat het een heel mooi tarief is om hier te komen gaan winkelen. De plannen worden samen met de winkeliers ontwikkeld en die hebben het niet makkelijk in Spijkenisse. De consument kan natuurlijk op internet ook winkelen. Maar als ze lekker een dagje gaan shoppen, willen ze een beleving hebben. Moet het gezellig zijn. Het is niet meer alleen maar klinisch de winkel in en uit. En ik denk dat dat voor dit centrum ook ontzettend belangrijk is. Gemeente en ondernemers moeten samen nog 1 geheim bewaren. Welke grote modenaam gaat zich in Spijkenisse vestigen?
Ik weet het wel, maar ik mag daar niks over zeggen. Heel vervelend. Want, er is nog geen handtekening onder het papier. Iets met een naam, een echt wereldbekende naam. U kunt het nog 3 keer vragen, maar ik ga het niet zeggen. Maar dat we er trots op zijn is zeker waar. Komende week gaan alle plannen aan de gemeenteraad van Spijkenissen voorgelegd worden. Ja, en zometeen in deze uitzending. De naam is Bond, James Bond. De wereld van James Bond is een wereld vol verrassingen en vol stunts met name. En luxe en prachtige kleding en schoenen. Het zwembad in Hoek van Holland wordt verkocht. Tenminste, als het aan de gemeente ligt. De gemeente bezuinigt op zwembaden, dus ook buitenbad het Hoekse Badje moet eraan geloven. De bewoners zijn niet van plan het hierbij te laten. Goedenavond, mevrouw Klerk. Goedenavond. We willen u een handtekening komen vragen. En waarvoor is het? Waarvoor is het? Het is voor het behoud van het Hoekse Badje. U zal dat wel in de Hoekse krant hebben gelezen. Ze willen het gaan sluiten. 100 vrijwilligers gaan de deuren langs om dat te voorkomen. Het zwembad is een sociale ontmoetingsplek en daarom heel belangrijk voor Hoek van Holland. In ieder geval voor alle mensen en voor alle kinderen die er nu gebruik van maken. En dat denkelijk zijn toch wel de ouderen die 's ochtends daar altijd hun baantjes trekken. En de kinderen die naar school tijd nog wel eens een uurtje gaan. Ook op de woensdagmiddag, op de zaterdag of op de zondag. Dus het is eigenlijk, ja, in onze beleving hoort het gewoon bij Hoek van Holland. Sander? We hebben een handtekening nodig. We zouden naar Monster kunnen of naar Naaldwijk, maar dat is in de beleving ver weg. Dat is minimaal 10, 12 kilometer en kinderen laat je niet zo ver alleen gaan. Als de gemeente niemand kan vinden die het zwembad wil kopen, moet het Hoekse Badje de deuren sluiten. Maar ook als iemand het zwembad wel wil hebben, is er geen garantie dat het open blijft. Even wachten. Nou, ik vrees als het verkoop, of het wordt veel duurder, de entree en de toegang. Of een ontwikkelaar zegt dat is een mooi stuk grond om woning op te bouwen. Want de gemeente Rotterdam heeft helemaal geen voorwaarden nog gesteld aan de verkoop van de grond en het zwembad. Het hele weekend gaan de vrijwilligers nog langs de deuren. De handtekeningen worden dinsdag aangeboden aan de gemeente Rotterdam. Er is een oplossing gevonden voor de verwaarloosde hofbogen in Rotterdam. De gemeente, ProRail en 2 woningcorporaties trekken in totaal 3,7 miljoen euro uit om de gebouwen onder de voormalige hofpleinlijn op te knappen. Het meeste geld komt van de gemeente. Voor het geld worden de hofbogen tussen station Bergweg en het oude station Hofplein gerenoveerd. ProRail verwijdert de rails, maar behoudt het perron van station Hofplein als aandenken. De gemeente moet nog besluiten wat er daarna op het voormalige spoor komt. Woningcorporaties Vestia en Havensteden zijn de eigenaar van de onderliggende bogen. Ze willen die na de opknap het liefst in zijn geheel verkopen aan 1 partij. Aan de Varkenmarkt in het historische centrum van Dordrecht dacht iemand zijn woning wat op te fleuren met een vrolijk kleurtje. Maar het kanariegele pand zorgt inmiddels voor een hoop ophef. Omwonenden en andere betrokken Dordtenaren vinden dat het geel zo snel mogelijk weg moet. De historische binnenstad van Dordrecht, bekend om de havens en oude geveltjes. Maar deze springt er wel heel erg uit. De opvallende verfbeurt valt een omgeving niet erg in de smaak. Nou, ik vind het een beetje schreeuwerig, eerlijk gezegd. Het past niet zo bij de sfeer van de straat. Als ik 's ochtends de gordijnen open en ik kijk naar dat huis, dan doet het pijn aan mijn ogen. Ook Beterverdorpsraadslid Eline van der Vorm schrok zich rot toen ze het pand aan de Varkenmarkt voor het eerst zag. Nou ja, mooi of lelijk kun je over verschillen, maar waar we denk ik heel snel over uitgepraat zullen zijn, is of dit past of niet. En ik denk dat als je hier langs loopt, zie je al snel dat het pand volledig wezensvreemd is aan de rest van de panden die hier staan. Van der Vorm dringt erop aan dat het geel wordt overgeverfd. Het voldoet namelijk niet aan de speciaal vastgestelde Dordtse kleuren. Op basis van die kleurenwaaier zal dus gekomen moeten worden tot een nieuwe kleurstelling voor het pand achter ons. Toch zijn er ook buurtbewoners die het geel wel kunnen waarderen. Ik vind het hartstikke mooi. Het huis viel voorheen helemaal niet op en nu het springt eruit. En zo 1 huis hier in de buurt, zo mooi geel. Als je nou de straat in kan rijden, je kijkt de straat in, dan is het eigenlijk helemaal niet zo raar. Het vrolijkt eigenlijk op. De bewoners van het pand willen zelf niet voor camera reageren. Ze vinden het vooral een hoop ophef om niets. Oh.
Sinclair Bisschop op de redactie. In verband met Oranje is er dit weekend geen competitievoetbal. Maar Sparta kwam vandaag toch in actie. Ja, in een oefenduel tegen de Jenner Voetbalacademie. Ja, eigenlijk zou Sparta oefenen tegen een wat gerenommeerdere tegenstander. Namelijk tegen Go Ahead Eagles. Maar dat duel werd gisteren door de burgemeester van Vorst verboden. En dus moest Sparta op zoek naar een andere sparringspartner. Sparta verscheen vergeleken met de verloren wedstrijd bij Telstar met twee wijzigingen in de basis. Van Boksel speelde voor Bjelica, maar dat is logisch, want Bjelica is de komende weken geschorst. En Jurie Loen speelde voor Johan Voskamp, die op de bank begon. Ongelooflijk maar waar, maar Sparta kwam al snel op een 2-0 achterstand. Door een benutte strafschop van Serhat Çakmak en een goal van Lovette Felicia Ofori. De Jenner Voetbalacademie traint normaal gesproken in Zoetermeer of Rijswijk en speelt geen competitiewedstrijden. En dus is de achterstand van Sparta een blamage te noemen. De jongens begonnen heel scherp en wij hadden gisteren nog een behoorlijke conditionele prikkeltje gegeven. Dus we moesten even op gang komen. Maar dat kwamen we en daarna werd het van onze kant wel een stuk beter. Dat beter geldt niet voor iedereen. Mamoudov bijvoorbeeld schiet hier voor open doel hoog over. Maar mede door geklungel in de defensie van de Jenner Academie buigt Sparta nog voor rust de achterstand om in 5-2 voorsprong. Nu is Mamoudov wel attent. In de tweede helft valt met name invaller Romano van der Stoep nog op. De aanvaller die over is gekomen van FC Utrecht scoort 3 keer. Slotakkoord is voor spits Johan Voskamp, die uiteindelijk met een intikbal ook op het scorenformulier terechtkomt. Sparta wint met 11-2 en trainer Gert Kruis was na afloop dan ook blij met het oefenpotje. Je haalt toch wel weer een aantal dingen uit deze wedstrijd. Hè. Hoe reageert de groep als je achterkomt? Hoe reageert de groep als het te makkelijk gaat? Nou, dat ben je eigenlijk aan het bekijken. Eindig ik met het bericht dat Schiedammer en oud-Feyenoorder Luc Castaños zich geblesseerd af heeft gemeld voor Jong Oranje. Ploeg van Adrie Koster verloor gisteren het eerste play-off-duel om een ticket voor het Europees kampioenschap volgend jaar thuis van Portugal met 2-0. En dus wordt het een moeilijke opgave. Dinsdag is de return in Portugal. Dankjewel Sinclair. En dan hebben we zo natuurlijk FC Rijnmond. Etienne, wie heb je te gast en waar gaan jullie het over hebben? Vandaag de gast in FC Rijnmond natuurlijk Jan-Dirk Stouten. En naast hem schrijft zometeen aan Johan Derksen, voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. En vaste gast in dit programma. Ja, er is geen voetbal van de clubteams. Het is mooi om dan eens even te beschouwen hoe het tot nu toe gaat. Bijvoorbeeld met Feyenoord. Wat is nou het verschil bij Feyenoord waardoor het nu ineens wat beter gaat lopen? We praten over Excelsior, Dordrecht en Sparta over een kleine 10 minuten in FC Rijnmond. Dankjewel Etienne. Hij drinkt zijn martini's shaken, not stirred. Hij ziet eruit als om door een ringetje te halen en een mooie vrouw is nooit ver weg. Over wie heb ik het? James Bond natuurlijk. Aan deze fictieve Engelse spion is nu in de kunsthal een tentoonstelling gewijd. Stappen in de wereld van James Bond. De wereld van James Bond is een wereld vol verrassingen en vol stunts met name. En luxe en prachtige kleding en schoenen. En, nou ja, ga maar kijken. Het is ongelooflijk. Ik vind het echt een hele mooie tentoonstelling. Acteur Jeroen Krabbé is dus al helemaal om. De tentoonstelling Designing 007 50 Years of Bond Style in de kunsthal moet je zien. De Nederlandse acteur speelt er zelf in. En stapte dus echt in de wereld van James Bond. Je wordt als ster behandeld. Je komt alleen maar, je rijdt in limousines waar je ook terechtkomt. Je komt in de duurste hotels. Deze tentoonstelling was eerst te zien in Londen. Hij was te zien in de Barbican destijds. Zij hebben hem gemaakt samen met Ion Productions. Wij wilden hem direct ook naar Rotterdam halen, maar wij dachten wel van nou, dat kunnen wij beter. En is dat gelukt? We vragen het Bond-fan Merlijn Kuiper, die natuurlijk in Londen geweest is. Ik vind van wel. Het is veel ruimer opgezet en dat nodigt gewoon uit om te blijven hangen. De leukste ruimte voor Merlijn is die met de gadgets. Ja, de gadgets zijn James Bond en James Bond is de gadgets. Iedereen die weet van als je James Bond zegt, dan horen de gadgets bij. De gadgets dus voor Merlijn, dit gebit voor de conservator. Ik heb dat ooit als kind gezien, die film, en dat heeft toen zo verschrikkelijk veel indruk gemaakt. Vond ik zo akelig en naar, dat was echt horror voor mij. En nu ligt dat heel erg onschuldig hier in een vitrine.
Jeroen Krabbé speelde een generaal genaamd Georgi Koskov, een slechterik waarvan niet te zien is dat hij doodgaat. Maar komt hij nog een keer terug? Want... Kan. Als oude generaal die een nog smeriger spel gaat spelen. Ik zou lijkt het u wat? Ik zou... Ja. Ah joh, morgen. Wat denk je? Tuurlijk. Ja, vanaf zondag is de tentoonstelling ook open voor iedereen die geen Jeroen Krabbé heet. En dat was het voor nu. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Nog een heel prettig weekend.